Heb je wel eens vaker voor de boa's weg moeten rennen? Zeker. En hoe is het om dat nou weer te doen? Nou, leuker dan normaal. Vanaf jongerencentrum Dwars in de Leiderdorpse Bloemert werd woensdagmiddag gejaagd op de jeugd. Inclusio-medewerker Lise is een van de organisatoren. Nou, we gaan door Leiderdorp jachtseizoen spelen. Jachtseizoen is een spel waarbij er als het ware boeven zijn die achterna gezeten worden door politie of door andere hunters. We gaan het doen met jongerenwerkers, maar ook de BOA's doen vandaag mee om de jongeren als het ware te gaan zoeken. De jongeren hebben vrij spel door heel Leiderdorp. Ze hebben een telefoon mee, die werkt als GPS-tracker. En dan krijgen ze elke 5 minuten, komt er een signaaltje waar ze zitten. En wij gaan ze dan als het ware opsporen. De jongeren deden het niet voor niets. Wie het beste uit handen van de hunters weet te blijven, krijgt een prijs. We doen verschillende rondes. Dus er start een groepje. Op het moment dat zij gehunt zijn, komen ze eigenlijk al niet meer in aanmerking voor de prijs. Maar ze kunnen dan wel nog een tweede ronde meedoen. Het groepje die in de eerste ronde niet gepakt is, die spelen de finale. Ook weer met de BOA's. En dan krijgen ze, het winnengroepje krijgt elk een cadeaukaart van 10 euro. Boa Roy werkt graag mee aan een dergelijke activiteit om het beeld dat de jeugd heeft van handhavers bij te stellen. Daarmee willen we eigenlijk laten zien dat wij ook gewoon normale mensen zijn. Dus ja, ook een beetje wederzijds begrip creëren bij de jongeren. Voor de start werden de jongeren in groepjes ingedeeld. Over de strategie zijn ze het allemaal eens. Door de adrenaline en dan zien ze ineens komen, dan moet je met z'n allen gewoon wegrennen. Dan neem je een beetje stress van waar moeten we heen? Gewoon heel hard wegrennen. Ja, met deze jongen hier. Nou, we gaan op een plek zitten waar je met de auto heel lastig kan komen. Ja, dus zeg maar, als je daar naartoe wilt rennen, zeg maar, dan moet het rennen. Hebben wij al een voorsprong, zeg maar. Ja, en het is zo, met de auto kan je het paadje niet op, zegt hij hem dan. Na het startsignaal sloeg de jeugd op de vlucht, hopend dat de boa ze niet te pakken krijgt.